aan op de voorkant. Een hoop blondjes denken trouwens dat het een puzzel is, maar dat is een ander verhaal. Ja. 2 euro en 2 cent. Nou, ja! Er wordt niet eens voor gezegd in die kant. Hoe kan dat nou? SMS! Nee. Het is door SMS. Oh. Je krijgt nu een sms binnen. Yes. Nee. Het was 1,99, dus dat... Al 4 punten, dat met dit weer. Je gaat heel lekker, want je gaat op naar een bijna all-time high. Dat wil zeggen dat we de vorige gasten hebben wel geholpen. Die zitten op 6 punten. Maar, zijn er een goede bui, dus wie weet, wie weet. Sarah, laatste item op ons boodschappenlijstje. Is 550 gram, ik weet niet hoeveel het er dan zijn, maar in ieder geval qua grammen dus 100. Een pallet. Ja, denk het. 550 gram Unox hot dogs. Worst. 1,98. Oh, ja! Dat is hartstikke goed! Dat heb je goed beantwoord, Sarah. Ik doe heel veel boodschappen. Nou, dat blijkt wel weer. Maar vroeger in de oorlog, toen waren er geen boodschappen. Toen hadden we geen hotdogs. En als we die waren, dan moesten we die met z'n 88 delen. En dan moesten we die halen bij een donder. Op zo'n 100 kilometer lopen met houten banden. En we hadden geen schoenen, nee. Een plankje met een lapje stoptram. Dat betekent dat je alles hebt bereikt dat het breken valt. En je bent ruim geslaagd. 5 punten. Je moest 6 punten krijgen. Oh ja, Helaas. Zes punten. Ze heeft 2 laars aan. Ja? 8 punten. 7 punten! Every day, show my cookie skills off 'cause I'm in love.